In eerdere video's zagen we al hoe de Nederlandse samenleving vanaf de jaren 60 steeds multicultureler werd. Nou, en daar gaat ook deze video weer over. En daar beginnen we voor in de jaren 80, want vanaf de jaren 80 zien we een toename van de migratie. En dat heeft in eerste instantie ook vooral te maken met ontwikkelingen binnen de Europese gemeenschap. In 1985 wordt het verdrag van Schengen afgesproken. En dat houdt in dat er binnen de Europese gemeenschap, die voorloper van de Europese Unie, dat er vrij verkeer van mensen en goederen is. Die grenzen bestaan dus niet meer voor mensen en goederen. Je kunt zo van het ene land naar het andere land. En dat heeft tot gevolg dat Europese burgers steeds internationaler georiënteerd worden. En daar even twee voorbeelden van te geven. We zien al heel snel nadat dat verdrag is afgekondigd, dat studenten elders in Europa gaan studeren. En die gaan voor een periode in het buitenland studeren. Nederlandse studenten die bijvoorbeeld naar Duitsland, of naar Groot-Brittannië gaan, ik noem maar iets, naar Frankrijk. En net zo goed Franse studenten die in Nederland komen studeren. En vanaf de jaren 90, als de Europese Unie ook uitgebreid wordt met lidstaten uit Midden- en Oost-Europa, dan zien we dat veel werkzoekenden uit die gebieden naar West-Europa trekken, omdat daar beter betaald werk is te vinden. Een andere reden waarom de migratie toeneemt is het feit dat er heel veel conflicten en humanitaire crisis zijn in de wereld. En als er zoiets plaatsvindt, hè, er is ergens bijvoorbeeld een burgeroorlog, dan zie je meteen dat er een grote vluchtelingenstroom op gang komt. En dat zijn in eerste instantie, noemen we die mensen asielzoekers. En dat zijn mensen die uit hun eigen land zijn gevlucht en bescherming zoeken in een ander land. En om daar even voorbeelden van te geven uit de jaren 90. In Joegoslavië woedt een grote burgeroorlog. Hè. We hebben het in een eerdere video al gehad over die val van Srebrenica. En ook in Somalië is in de tweede helft van de jaren 90 een grote burgeroorlog. En dat leidt er in Nederland toe dat er veel voormalig Joegoslaven als asielzoeker naar Nederland komen en hier asiel aanvragen. En ook veel Somaliërs en Eritreërs ook bijvoorbeeld asiel aanvragen in Nederland. Nou, veel van die aanvragen die worden gehonoreerd en daardoor wordt de Nederlandse samenleving steeds diverser. En ja, tot het einde van de jaren 90 ondersteunen verschillende Nederlandse regeringen en eigenlijk bijna wel alle politieke partijen het idee van de zogenaamde multiculturele samenleving. Een samenleving waarin veel verschillende culturen naast en door elkaar leven.